Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video hier op Insultrex. En het is 31 december 2022. Ja, het jaar zit er weer op jongens. 2022, het was weer een gek jaar. Met een hoop gekke dingen wat er gebeurd is. Leuke dingen zijn er gebeurd, hele leuke dingen. Hele minder leuke dingen zijn er gebeurd. Zoals eigenlijk elk jaar het geval is. 2022, het was weer het jaar hoor jongens. Het was me het jaartje weer wel. Wat is er eigenlijk allemaal in 2022 gebeurd allemaal? Ik heb weer een lijstje gemaakt. Jullie hebben het al gezien. Jullie zagen al dat ik hem in de hand had. Ja, er is een hele hoop gebeurd. We gaan niet alles noemen. Maar de grote highlights wil ik wel even opnoemen. Ik was in Oostvoorne met Kevin en Ricardo. Ik had een vlog opgenomen van de toekomst. Ja, de sloop van het Kolkplein natuurlijk. Ja, Sirocco jongens, hij was geopend. En wij zijn wezen kijken natuurlijk. Wat Sirocco, wat het allemaal was allemaal. Hoe het nieuwe gedeelte eruit ziet. Dat was natuurlijk, vroeger was dat Monsieur Cannibal. Mocht niet meer, was racistisch. Mocht niet meer. En hebben ze omgebouwd. Was wel heel erg leuk om dat te zien. Ja, de Storm Eunice. En ze staan er inmiddels weer. Schuttingen zijn in ieder geval weer, zijn weer hersteld gelukkig. Maar ik had twee kapotte schuttingen. We zijn naar Tropicana geweest, ben ik met Joost. Ik ben naar het Kralische Bos geweest. De eerste kermis van 2022, dat was de kermis in Rotterdam. Voor de rest zijn we nog naar Ypenburg en Brielen geweest. Hebben we de 70ste verjaardag gevierd van de Efteling natuurlijk. Hadden we nog een kermis in Schoonhoven, Leidseveen, Vlaardingen, Bergen op Zoom, Delft-Gouw zijn we geweest. De kermis in Den Haag, dat was ook wel een enorme toffe kermis was dit jaar. De kermis in Oostvoorne, Ridderkerk, Pijnakker, Rotterdam. De hele slechte kermis in Leiden, waar ik dus aan werd gesproken door de handhaving. Dat ik niet mocht filmen, belachelijk natuurlijk. Daarna gingen we dus naar Hillegom en Lisse met Ger en Ricardo. Toen zijn we nog even terug geweest naar de kermis in Den Haag voor de Power Search, de nieuwe kermisattractie van 2022, de Power Search. Zijn we naar Barendrecht en Capelle aan de IJssel geweest. Ja, Alphen aan de Rijn, Hilversum. We hebben Koningsdag gevierd in Spijkenissen met Joost. Was wel echt ontzettend gezellig. Later kwamen Ger en Ricardo kwamen ook nog eventjes. Ja, we zijn naar Oesgees geweest, naar Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee. De kermis in Haarlem zijn we geweest. En plotseling stond de wereld ineens even stil voor me. En dat was het overlijden van Peter. Een hele goede, warme vriend en collega, ex-collega. Maar een hele goede vriend van mij. Heb het heel erg zwaar mee gehad. Heb het best moeilijk mee gehad. Best kapot van geweest. Rustig Peter. Ik hoop dat je boven meekijkt. Voor de rest zijn we nog naar de kermis in Papendrecht geweest. In Alblasserdam, Zoeterwoude, Rijndijk. Ja, dat waren allemaal hele kleine kermissies. Nieuwkoop. Zoetermeer zijn we geweest. Natuurlijk, naar Zoetermeer natuurlijk. Ja, zonder Ramon. Want ja, Ramon die was er weer niet. Want die moest weer natuurlijk weer een happy end halen natuurlijk. Dus die was er weer niet bij. We zijn naar Badhoevedorp geweest. Nou, dat was helemaal niks. Purmerend, Nesselanden, Geldermalsen. Die hele leuke nostalgische kermis. We zijn naar de kermis in Arnhem geweest. Dit keer niet bij de Gelderdoom. Maar naast de Gelderdoom zijn we geweest. Het grootste hoogtepunt van 2022 jongens. De kermis in Antwerpen, ja, dat was echt, dat is de nummer 1 kermis, was dat van 2022. Een fantastische kermis. Daarna zijn we nog naar Heemvliet geweest, dat was de dag daarna. En dan heb ik ook de afbraak de dag daarna weer opgenomen. Ja, ik had zoveel kermis gedaan, dat ik het even helemaal zat was. En even geen kermisje meer opgenomen heb. De telefoon ging kapot, de sloop van het Sterrenkwartier. 2022 is ook eigenlijk een beetje het gezeik met de Efteling
ik begin de laatste tijd een beetje een haat-liefde-verhouding te krijgen met de Efteling. Ja, in vlog 1143, want ik heb het hier ook allemaal bij staan, de nummers allemaal bij staan. Ja, was ik het echt zat en wou ik eigenlijk de laatste vlog opnemen. Nou ja, jullie weten het, uiteindelijk zijn er nog meer vlogs gekomen. Waar we op de Benningen slikken, hebben de kermissen gedaan van Schravenzande, Bruinissen, dat was de eerste keer. Vlissingen, Tilburg natuurlijk. Natuurlijk de Tilburgse kermis gedaan. Met Ramonski dit keer, ja. Ja, dit keer was met Ramonski. En in Uden geweest, ook met Ramonski. En dan pakken we daarna dus gelijk de tweede kermis van 2022. En dat was de kermis in Eindhoven. Eindhoven, ja, dat was echt wel de nummer 2 kermis. Zijn we op een hele warme dag naar Duinrol gegaan. Om daar naar het pretpark te gaan. Naar Duinrol. Het was ontzettend warm. En ja, eigenlijk zijn we maar voor één ding naar Duinrol gegaan. De grote splash natuurlijk. Ja, was daarna ineens... ja, kregen we ook te horen dat de... het spookslot, hè. Het spookslot ging vertrekken. Toen hebben we de laatste keer zijn we met Kevin geweest. Ja, daarna was ik mijn Efteling abonnement kwijt. Zijn we nog naar Oosterhout geweest, naar Den Bosch. De afscheid van het spookslot hebben we meegemaakt. We zijn naar de kermis in Roosendaal geweest. Ben ik naar Marveld geweest. Niks opgenomen. Alleen foto's had ik toen. Kwam Euro Truck Simulator natuurlijk. Waren we in de Efteling weer, net vlak voor het rookverbod. Dat was ook wel even een issue dit jaar, waardoor ik ook een beetje een haat-liefde verhouding had met de Efteling. En waren we bij de sloop van de tunnel, waren we. Daar waren we wel bij. Trouwens, Bukito die komt net aangelopen. Bukito! Hadden we kou en tegenslagen in de Benissen, mijn camera deed het weer niet. Zijn we nog naar de Wolvenpolder geweest en de route langs de Oude Maas. Zijn we naar het Hartelpark geweest. En na het Hartelpark ging ik naar de Benissen toe. En toen, toen gaf mijn camera echt de geest. En helaas is de camera, die heb 2022 niet overleefd. Ik heb inmiddels een nieuwe camera gekocht. Kom ik dadelijk ook nog bij, nieuwe camera. Ik hoop dat we hier weer 2, 3, 4 jaar mee kunnen doen. Nou, 3, 4 jaar mee kunnen doen. Geen 2, 3 of 4 jaar mee kunnen doen. Nieuwe vlogcamera gekocht. En dan kan ik die al afstrepen eigenlijk. Was ik jarig natuurlijk. Ik ben dit jaar in december. 12 december. Het was heel grappig. 12 december, 12-12. En de vlog was ook 12-12. Heb ik het review gedaan van het spookslotboek. Ben ik weer naar Marveld geweest. Weer geen foto's. Alleen dus de nieuwe camera. Unboxing van de nieuwe camera gedaan. En ja, echt een hele hoop is er gebeurd in 2022. Maar dit is natuurlijk niks. Dit kan je... We gaan natuurlijk lekker naar de beelden kijken. Dat is natuurlijk veel en veel toffer is dat om naar de beelden te kijken. Ik zou zeggen jongens, veel plezier met kijken allemaal. Dit was 2022. Het enige echte... It's Ultrex jaaroverzicht van de enige echte natuurlijk. Jongens, veel plezier met kijken. Het jaar dat Metro Simulator 3.17 uitkwam. Het jaar van de grote stroomstoring in Spijkenissen. Het jaar van het uitje naar Oostkoorne met Kevin en Ricardo. Het jaar van de vlog voor de toekomst. Het jaar dat we te horen kregen dat het spookslot in de Efteling ging verdwijnen. Het jaar van de vlog in het ruige plaatsbos met Kevin.
Het jaar dat het nieuwe logo werd onthuld. Het jaar dat we Scirocco voor het eerst zagen. Het jaar van de sloop van het Kolkplein in Spijkenisse. Het jaar van de storm Denise en schade in mijn tuin, twee schuttingen gevolgd. Ja, het jaar van de storm. En dat was overal te merken, ook in Spijkenisse. Het jaar van de vlog met Joost bij Tropicana. Het jaar van de vlog in het Kralingse Bos met Joost. Het jaar van de eerste kermis van 2022 in Rotterdam. En het jaar van... Het jaar van de kermis in Ypenburg. Het jaar van de kermis in Brielle. Het jaar dat we de 70ste verjaardag van de Efteling vierden. Het jaar dat we naar de kermis gingen in Schoonhoven.
Het jaar dat we naar de kermis gingen in Leidseveen. Het jaar dat we naar de kermis gingen in Vlaardingen. Het jaar van de kermis in Bergen op Zoom. En het jaar van... Het jaar van de kermis in Delfgauw. Nou ja, kermis. Het jaar dat we ook weer op de kermis in Den Haag waren. En het jaar dat ik nogal verdomme kon, of dat ik nogal doorging met een Efteling abonnement. Het jaar dat we op de kermis waren in Oostvoorne. Het jaar dat we op de kermis waren in Ridderkerk. Het jaar van de tegenvallende kermis in Pijnakker. Het jaar van de kermis in Rotterdam. En het jaar van de aller slechtste kermis van 2022. De kermis in Leiden, waar we het aan de stok hadden met handhaving, dat we niet mochten filmen. Het jaar dat we naar Hillegom Lisse gingen met Ger en Ricardo. Het jaar dat we teruggingen naar de kermis in Den Haag, speciaal voor de nieuwe attractie, de Power Search. Het jaar van de kermis in Barendrecht. Het jaar van de kermis in Capelle aan de IJssel.
Het jaar van de kermis in Alphen aan de Rijn. Het jaar dat we naar de kermis gingen in Hilversum. Het jaar dat we eindelijk weer eens Koningsdag 2022 konden vieren in het centrum van Spijkenissen met Ramon, Joost, Ger, Ricardo en Marcel. Het jaar dat we naar de kermis gingen in Oesgeest. Het jaar van de kermis in Katwijk aan Zee. En de kermis in Noordwijk aan Zee, waar het ontzettend slecht parkeren was. En waren we op de kermis in Haarlem. Het jaar dat alles in één klap stilviel wegens het overlijden van Peter. Het jaar van de kermis in Papendrecht. Het jaar van de kermis in Alblasserdam. Het jaar van de tegenvallende kermis in
Zoetewoude, Rijndijk. Het jaar van de bijna gesloten kermis in Nieuwkoop. Het jaar dat we weer naar Zoetermeer gingen voor de kermis. Zoetermeer dus. De kermis in Zandhoevedorp. Maar ja, dit hoef je eigenlijk geen kermis te noemen. Het jaar van de zeer verrassend goede kermis in Purmerend. Het jaar van de kermis in Michelanden. Het jaar van de kermis in Geldermalsen. En natuurlijk weer het jaar van de kermis in Arnhem. Het absolute hoogtepunt van 2022. De kermis in Antwerpen. Wauw. Het jaar van de paardenmarktkermis in Heemvliet.
En het jaar dat we de kermis in Heemvliet zagen afbreken. En het jaar dat ik heel veel kermissen gedaan had en even kermismoe was. En het jaar dat ook weer een heleboel dingen stuk gingen, waaronder mijn telefoon. En het jaar van de sloop van het Sterrenkwartier. Het jaar dat ik de Efteling zat was en besloot om voor de laatste keer naar de Efteling te gaan. Het jaar dat ik weer op de Benningen slikken was. Waren we op de kermis in Schavenzande? Het jaar dat we voor het eerst op de kermis waren in Bruinisse. Waren we weer op de kermis in Vlissingen? En waren we dit jaar ook weer in Tilburg, op de Tilburgse kermis. Dit keer met Ramonski en voor het eerst met Ger en Ricardo. En was het jaar van... En het jaar dat we weer op de kermis in Uden waren.
Het jaar dat we weer op de kermis waren in Eindhoven. De allerbeste kermis van vorig jaar. En dit keer was Rob erbij. Het jaar dat we speciaal naar Duinrail gingen voor de splash, alleen maar om af te koelen. Het jaar dat we alvast afscheid namen van het Spookslot. Ja, Kevin kon er de laatste dag helaas niet bij zijn bij de afscheid van het Spookslot. Dus hebben we deze dag afscheid genomen. Het jaar dat ik ook mijn Efteling abonnement kwijtraakte. Het jaar dat we weer naar de kermis gingen in Oosterhout. Was het jaar van de kermis in Den Bosch eindelijk weer in het centrum. Het jaar dat we definitief afscheid moesten nemen van de Spookslot. Het jaar dat we de laatste kermis van 2022 in Roosendaal waren met Ramon, Ger en Ricardo. Het jaar dat ik naar Marveld ging en niks gefilmd heb. Een lekkere, rustige vakantie. Het jaar van Euro Truck Simulator 2. Het jaar van de sloop van het Spookslot. Het jaar van 100% auto live. Het jaar dat ook de Wild West Adventure in Slagharen moest verdwijnen. Het jaar van kou en tegenslagen in de Benisse. Het jaar van de Wolvenpolder en het vuil. Het jaar dat mijn camera kapot ging in de Benisse.
Het jaar van de allerslechtste editie van de Winter Efteling. Gefilmd met een kapotte camera. Het jaar dat ik jarig was op 12-12-2022 in vlog 12-12. Het jaar dat ik het Spookslotboek reviewde. Het jaar dat ik voor de tweede keer naar Marvel ging. Voor de tweede keer niet gefilmd. Het begint de trend te worden. Wel een ontzettende leuke dag had met Frank en Esther. Het jaar dat ik de unboxing deed van mijn nieuwe camera in Marvel. En het jaar dat ik mijn nieuwe stuur reviewde. Hey, een hele goede avond iedereen. En ja, ik wou even alvast wat inspreken. En ik wou ook alvast voor iedereen alvast een hele goede fijne feestdag wensen. En ook alvast een fijne jaarwisseling ook voor alvast wensen. Voor als iemand zover rest natuurlijk. En en maak er een mooie tijd van en ook een leuke tijd van. En dan komt alles tip-top in orde. Nou oké, dan wens ik iedereen alvast een hele goede fijne avond. Laters, hoi hoi. Hallo allemaal, via deze weg wil ik iedere kijker van Is Ultrex een fijne jaarwisseling wensen en een gelukkig nieuwjaar. Groetjes. Hey kijkers van Is Ultrex, de enige echte natuurlijk. Vanaf hier ook een heel gelukkig nieuwjaar en een gezond 2023. We gaan knallend het nieuwjaar in. Neem nog een oliebol. En dan zeg ik alsnog, gelukkig nieuwjaar. Zo jongens, dit was hem weer jongens. 2022, het It's Ultrex jaaroverzicht met alle hoogtepunten van het jaar. We gaan weer naar een nieuw jaar, 2023. Ik ben benieuwd wat we weer allemaal gaan beleven. Hopelijk met een nieuw iemand erbij. Ik hoop dat zij, want jullie weten inmiddels dat het zij is. Ik had me versproken. Ik hoop dat zij in 2023 haar opwachting, gaan maken in de vlogs. Ze wou in ieder geval mee naar de kermissen. Vond ze heel erg leuk. Misschien komen er nog wel andere vlogs bij. Dat ik haar meeneem in wandelingen of dat we ergens naartoe gaan, een uitje. Misschien wel een pretpark. De toekomst moet het uitwijzen. Valeska, ik hoop in ieder geval dat je er bent. En in 2023 hoop ik jou ook te kunnen verwelkomen in de It's Ultrex broedergroep. Want het is echt een hechte community geworden. Joost natuurlijk, Kevin, Ramonski, Angela, Ricardo. Ik hoop dat Valeska gewaardeerd wordt en bij die community erbij kan komen. En het lijkt me wel heel erg tof. Ik bedank jullie in ieder geval allemaal voor het kijken. We moeten weer een jaar wachten tot er weer een nieuw overzicht komt natuurlijk. Want ja, we moeten natuurlijk eerst 2023 gaan beleven. Wat gaat er allemaal dit jaar allemaal gebeuren? Ja, de toekomst zal het uitwijzen in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zei jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En ik hoop in 2023 jullie weer te kunnen begroeten met allemaal leuke video's. En ik hoop dat Valeska er ook bij is. Jongens, groetjes. Tot 2023. Nog een paar uurtjes. En dan gaat 2023 beginnen. Kijk uit met vuurwerk. Zorg dat al je vingers er nog zijn. Pas op met vuurwerk. Neem een lekker glaasje van me. En ik zou zeggen jongens, tot 2023. Groetjes van deze kant. Bye bye. Doei. Say Happy New Year, Happy New Year.
new year.